Goedemiddag iedereen. Ik vermoed dat jullie allemaal zeer lekker gegeten hebben. Al het bloed gaat naar jullie maag gaan. De postprandiale dip zal inzetten. Je zult allemaal enorm vermoeid hier zitten, kijken naar mij. Maar ik ga ervoor zorgen dat dat niet zo is. Ik ga jullie meenemen op een verhaal die jullie zal inspireren om ook hetzelfde te brengen als wat veel bedrijven vandaag doen. Ik wil jullie praten over wat ik noem healthusiasm. Het gezond maken van jullie klanten. Wie ben ik? Zonder twijfel is er een introductie gebeurd, maar ik had geen oortjes aan, dus ik zal heel kort mezelf voorstellen. Ik ben een internationale keynote spreker. Ik noem mezelf ook een health business expert, soms een health marketing expert. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik bedrijven help om na te denken over hoe ze kunnen omgaan met gezondheid. En als je denkt aan health business, dan zul je zonder twijfel denken aan ziekenhuizen, farmabedrijven zonder twijfel ook. Maar dat niet alleen. Dat is ongeveer 50% van mijn business. Ik inspireer ook voornamelijk alle andere consumentenbedrijven. Van supermarkten, tot bouwbedrijven, tot autobedrijven, tot verzekeraars. Elk bedrijf, in mijn ogen, is een health business. En daar wil ik het vandaag over hebben. Als je geïnteresseerd bent in het topic, ik heb een Hans boek geschreven over waarom ik geloof dat elk bedrijf een gezondheidsbedrijf is. En wat daar voornamelijk zal instaan is dat, kijk, mensen zijn meer dan ooit bezig met hun gezondheid en dit betekent iets voor jullie als bedrijf. En ik leg ook uit wat het betekent en hoe je dit kunt doen. Maar ik zal dat sowieso vandaag ook een stukje doen. Vandaag wil ik praten over een grijze vlies. Ik zal het hebben over Mercedes-Benz. En ik zal het hebben over Black & Decker. Maar ik ga het voornamelijk hebben over twee waarheden. Aan de ene kant de menselijke waarheid en aan de andere kant de businesswaarheid. Ik ga beginnen met de menselijke waarheid. De menselijke waarheid. Ik ga een vraag stellen aan jullie. Wie van jullie wil niet gezond en gelukkig zijn? Steek gerust uw hand op. De menselijke waarheid is dat iedereen gezond en gelukkig wilt zijn. Dus hetgeen dat ons het meest verbindt, is hetgeen dat ons het meest samenbrengt. Dus elk van jullie klanten wilt gezond en gelukkig zijn. En eigenlijk kan je daar een rol gaan in spelen. Wat we zien is dat het eigenlijk al altijd zo geweest is. Want als je teruggaat 3.000-4.000 jaar in de tijd, waren mensen toen al bezig met gezondheid en geluk. Ze brachten dan misschien offers uit aan de goden of ze moesten bidden op zich. Maar meer en meer zien we dat vandaag dat we een gevoel hebben dat we er een impact kunnen op hebben. Dat is begonnen in de jaren 60 met de medical breakthroughs die er gekomen zijn. Dus dan daarna is dat gekomen met de fitness craze in de jaren 80. Denk aan de latexpakjes, Arnold Schwarzenegger. Iedereen begon dan pas echt bezig te zijn met hun gezondheid, te sporten, om een impact te hebben op hun eigen gezondheid. En daardoor zien we meer en meer dat mensen, en dan ook dan de healthusiasm trend, vandaag bezig zijn met gezondheid. Kwam daarboven nog een keer COVID en eigenlijk is gezondheid top of mind bij ieder van ons. Want sinds COVID merken we dat 65% van de mensen elke dag een beslissing maken die te maken heeft met hun gezondheid of die gedreven wordt door hun eigen gezondheid. Heb ik gezien dat voornamelijk omdat er een aantal noden veranderd zijn in ons leven. Dit is de Maslow-pyramide, zonder twijfel al gehoord of gezien. En als je die heel gesimplifieerd voorstelt, dan heb je drie niveaus. Je hebt het onderste niveau, dat gaat over de functionele noden, de basisnoden. Dan heb je een niveautje hoger, heb je dan de sociale, emotionele noden. En wat we zien is dat in onze maatschappij die sociale, emotionele noden en die functionele basisnoden meer en meer ingevuld zijn. Dus mensen zoeken meer en meer iets anders. En dan gaan ze naar de top van de piramide, zoals Maslow dan zo mooi zegt. En dan hebben we het over onze aspirationele noden, onze zelfontwikkeling. En vandaag zien we meer en meer dat mensen bezig zijn met die aspirationele noden. Je zult zonder twijfel dit woord al gehoord hebben en 10 jaar geleden misschien zelfs niet eens. Zo belangrijk is het vandaag geworden. En je ziet dat heel goed in hoe dat mensen omgaan met bijvoorbeeld pensioen. Pensioen voor vele ouderen, mensen die vandaag 65, 70 jaar zijn, wat zeggen die? Ah, ik heb mijn ding gedaan. Nu ga ik denken wat ik wil doen. Ik ga nu die reis maken dat ik al zo lang wil doen. Ik ga die hobby uitoefenen dat ik al zo lang wil doen. En op die manier nemen ze plots het heft in eigen handen en willen ze iets doen voor zichzelf. Ze worden meer aspirationeel dan ervoor. Als we kijken naar jongeren, pakt jonger dan 50, om mezelf er dan ook nog bij te betrekken. Jonger dan 50, wat we meer en meer zien, is dat mensen vandaag al aspirationeler worden. Ze willen al die reis maken, de reis dat ze al zo lang willen doen,
Of ze willen die job gaan uitoefenen dat ze eigenlijk stiekem toch wel willen doen en niet de grote corporate misschien. Of ze gaan gewoon misschien gaan marathons lopen. Meer en meer zien we dat die aspirationele noden belangrijker zijn en dat mensen daar gerucht aan geven. En in 2015 was er een bedrijf die heet Trendwatching, trendwatching.com. En die zeiden toen al dat eigenlijk die zelfontplooiing, die aspirationele noden, de toekomst van het consumentengedrag zullen zijn. Dus de toekomst van het consumentengedrag is net die aspirationele noden. Seth Godin heeft het ook altijd gezegd. Marketeers die helpen mensen om de persoon te worden die ze eigenlijk dromen van te worden. En is dat niet net letterlijk wat aspirationele noden dan zijn? Dus als we dat dan toepassen op jullie business, als we dat willen toepassen op marketing, en we willen een grijze vlies gaan verkopen, en we passen dat toe op basis van de functionele basisnoden, dan gaan we zeggen dat dit een grijze vlies is met een hoge kool, je hebt daar zakken in, er zit een rits in en het is warm. En op die manier kon je vroeger perfect een grijze vlies gaan verkopen. Op een bepaald moment werd dat moeilijker, want er was meer competitie, dus je moest je gaan onderscheiden. Dus wat deed men dan? Men ging gaan inspelen op de emotionele noden. En dus men deed marktonderzoek. En uit dat marktonderzoek kwam er dat er eigenlijk nog een zakje bij moest om eventueel je paspoort of een gsm in te steken. Men bracht ook logo's aan op merken, op kledij, omdat je dan gemakkelijker een herkenning kon hebben. Hey, wij dragen dezelfde merk, we hebben dezelfde stijl. En er werden ook herkenbare gezichten geplaatst. Een emotioneel facet om ervoor te zorgen dat je kunt vereenzelvigen met de persoon in de afbeelding. Emotionele noden, op die manier werd er ingespeeld. Men spreekt dan van customer-driven marketing. Iets dat jullie zonder twijfel ook vandaag al doen. Nu, als we meer en meer gaan richting die aspirationele noden, wat betekent dat dan voor die vlies? Hoe ga je dan effectief die vlies vandaag verkopen? Wel, dan doe je dit op die manier. Dit is hoe Patagonia dat gedaan heeft in 2011 al, op Black Friday. Black Friday is dat gekend om eindeloos te consumeren. Prijzen gaan naar beneden, iedereen koopt. Wat zeiden zij? Don't. Koop dat niet. Als je dat niet nodig hebt, koop dat niet. Wij kunnen zelfs je oude herstellen als je dat wilt. Want wij geloven niet in dergelijk consumentengedrag. Dus wat zij daarmee deden, was eigenlijk de mensen aanspreken die dezelfde aspiraties hadden als zichzelf, als hen, als Patagonia. Door te zeggen van, oké, je moet niet zomaar consumeren, je moet enkel consumeren als het nodig is. En op die manier hebben ze eigenlijk een heel nieuwe economie doen ontstaan. En gezien dat ze de eerste waren, zijn zij kunnen groeien, want meer en meer mensen voelden zich aangesproken. Kijk maar vandaag hoeveel bedrijven dat er niet meer meedoen met Black Friday en het ondertussen al Green Friday noemen, omdat dat ook te veel consumptie is. Dit is allemaal ontstaan uit die ene campagne van Patagonia, die inspeelde op de aspirationele noden van de mensen. En dat is belangrijk, want mensen zijn meer dan ooit aspirationeel. Ze willen de beste versie van zichzelf worden. En we zien dat overal. De hele wereld is meer aspirationeel geworden. En daardoor worden bedrijven, of moeten bedrijven zelfs, ook meer aspirationeel worden. Mensen willen goed doen en ze zoeken dus naar die bedrijven, die merken, die hen daarbij helpen. Helpen op het vlak van sustainability, helpen op het vlak van diversity, inclusivity, maar ook op het vlak van gezondheid en geluk. Dus men zoekt meer en meer die merken op die hen kunnen helpen en de juiste waarden in het vormen van de beste persoon dat zij willen zijn. Er is een voorbeeld uit België, die niet supergoed gekend is, maar wat ze gedaan hebben, Frosch, is, zij zeiden op een bepaald moment, de luchtkwaliteit in jullie huis is niet voldoende, dat is niet goed. En we gaan dat komen meten en we gaan zien waaraan dat het ligt. En zij wisten op voorhand dat een groot stuk van de luchtkwaliteit vervuild is in België, voornamelijk door de verkeerde keuze van producten die je maakt. Want veel kuisproducten hebben enorm veel chemicaliën. En dus zij hebben gezegd van oké, je kunt al een stuk van je luchtkwaliteit verbeteren door dit product te gaan gebruiken. Gedreven op de aspiraties van mensen om in een zo gezond mogelijk huis te kunnen gaan wonen. Dus als je denkt over marketing, is het lang niet meer puur product features dat je wilt gaan verkopen. Je wilt ook niet meer louter rond customer centricity gaan werken, maar je wilt voornamelijk gaan kijken wat die aspirationele noden zijn. En in mijn geval, ik help bedrijven dan voornamelijk met te zoeken naar hoe kan jij als bedrijf mensen gezond en gelukkig maken. Want elk bedrijf kan dit effectief ook doen. En als je kijkt naar andere grote marketeers, dit is Diane Jong van The Drum, die is het grootste marketingplatform in Europa, die zei ook van eigenlijk marketing draait net om in aspiraties. Over het gezonder maken van mensen. Dat is een voorbeeld dat ze gaf. Maar die aspiraties is essentieel. Want het is net die aspiraties die een teken geven van wie of wat je wil worden. Gezondheid en geluk, dat klinkt heel fluffy.
En heel vaak als ik op podium kom, zitten mensen te kijken van wauw. Maar als je dan nadenkt over wat dat echt betekent, dan ga je een niveautje dieper en dan luister je naar de aspiraties van mensen. Wat aspireren zij in hun leven? Wat is er belangrijk in hun leven? Ik ga een aantal voorbeelden geven, of ik ga misschien focussen op één. Maar dit zou ik, het zijn nu toevallig vrouwen, toevallig blanke vrouwen ook, gewoon om een referentie te geven dat het afhankelijk van de situatie, de leeftijdssituatie, dat je andere aspiraties kunt hebben. En laten we gewoon even kijken naar de vrouw die tussen 30 en 45 zit. Beetje cliché, maar laten we het gewoon doen. Die vrouw heeft net een tweede kindje, neem nu. Ze heeft net een promotie in haar carrière. Ze heeft nog altijd contacten met haar vrienden van de universiteit. Ze had graag gaan lopen. Ze is nog altijd samen met haar partner. Haar ouders leven nog. Ze heeft nog nieuwe vrienden door school. Daarom ze nieuwe mensen leren kennen. Dus die mevrouw heeft dus eigenlijk nood aan heel veel energie om een goede mama te kunnen zijn, een goede baas te kunnen zijn, een goede werknemer te kunnen zijn, goed te kunnen sporten, een goede vriendin te kunnen zijn, een goede dochter te kunnen zijn, een goede partner te kunnen zijn. Om dit allemaal te kunnen bolwerken, dit is een aspiratie dat zij dan heeft, is zij wilt energie hebben om dit allemaal te kunnen. En net daarom gaan ze gezonder leven vandaag. En net daarom gaan ze met die aspiratie komen ze bij bedrijven langs, of gaan ze gaan praten met andere mensen, of gaan ze personal coaches gaan nemen, anders gaan eten, net zoals we daarnet ook gehoord hebben van Saartje. Mensen willen gezond en gelukkig worden. En dat vertaalt zich in een aantal aspiraties. En ik werk met bedrijven rond de 24 aspiraties, algemene universele aspiraties, waarop dat jullie ook zouden kunnen werken. Maar dat is de eerste menselijke waarheid die ik wilde brengen. Iedereen wil gezond en gelukkig zijn. En eigenlijk is het zo, als je nadenkt over de noden van je klanten, moet je dat een klein beetje vergeten, want vermoed dat je de noden van je klanten vrij goed kent. Maar denk ook na over wat zijn de levensaspiraties, wat is er belangrijk in het leven van je klanten, en kijk hoe jij met je product, je service, daar eventueel kunt aan bijdragen. Want 48% van de mensen vandaag zijn proactief bezig met hun gezondheid. Dat is een onderzoek van Nielsen die dit uitgewezen heeft. En in 2021 kwam Nielsen met de stelling af dat eigenlijk health en wellness de single most powerful consumer forces in the world. Dus eender welk consumentengedrag vandaag wordt gedreven door gezondheid en wellness. En dat zie je ook door andere bedrijven. Als je ziet wat Accenture, Fast Company, The Future Laboratory, IDEO allemaal zeggen, is van elk bedrijf kan een gezondheidsbedrijf worden. Kleine disclaimer, mijn boek is geschreven in 2018. Dus dat is 3 jaar voordat die mensen ermee afkwamen, maar bon. Side note. Maar daar komt het op neer. En daar komen we eigenlijk tot de tweede waarheid dat ik wil brengen, is dat daardoor elk bedrijf een gezondheidsbedrijf wordt. Ogilvy heeft een prachtige studie gedaan en wat zeiden die is dat 73% van de mensen verwacht letterlijk dat er een health- en wellnessstrategie in de core van een bedrijf zit. Dat zijn de klanten die dat zijn. Ik spreek niet over de employees, want die gaan waarschijnlijk 100% zeggen. Maar 73% van jullie klanten zegt dat jullie ergens in de core een health- en wellnessstrategie moeten hebben. Ze hebben dat dan ook bekeken over verschillende sectoren en dan zie je inderdaad dat er nog altijd een gap is tussen wat ze verlangen en wat ze vandaag krijgen. En dus meer en meer zien we bedrijven daarop inspelen. Want als je dat niet doet, dan kom je in die situatie terecht. Dit zijn de bedrijven die packaged food, verpakte voeding, verkopen. En dit is de Standards and Poor Index. En wat je ziet is dat sinds 2017 dat die bedrijven slagen krijgen tegen langs alle kanten eigenlijk. 2017 is trouwens ook het jaar, als je kijkt naar de Google Trends en het aantal zoektochten naar zelfzorg, is dat verviervoudigd sinds 2017. 2017 moet daar eens een markant jaar geweest zijn waarin iedereen plots bezig was met gezondheid. Maar terwijl alle andere bedrijven stijgen, zijn die bedrijven gedaald, net omdat ze niet voldoen aan de verwachtingen van mensen. Hoe doe je dat dan? Wat is eigenlijk dan het verhaal? Hoe creëer je de waarde voor je klanten? Wel, het draait natuurlijk allemaal om customer experience. Mensen zeggen dat al jaren. 98% van de mensen zijn in 2014 al. Customer experience, that's the main thing. This is what we need to do. Klopt. En dat zie je ook op die grafiek. Eigenlijk, aan de rechterkant kun je zien hoe je waarde creëert. En onderaan heb je eigenlijk de manier dat je kunt differentiëren. En dan zie je inderdaad dat commodities products worden, dat product services worden, en dat die services geleidelijk aan experiences moeten worden. Dat klopt. Ik ga jullie een voorbeeld geven van hoe dat gaat in de fitnessindustrie bijvoorbeeld. Dit is een product. Kost 12 euro, 15 euro. Je kunt er uw gans leven mee trainen. Dit is uw investering en het is een onmiddellijke return. 15 euro en je kunt ganse leven een workout doen. Een fitness
Dat is eigenlijk een service. Want ze hebben alles al gekocht voor u. Je moet gewoon gaan en je kunt gaan een workout gaan doen. 5 jaar geleden, niet meer dan 5 jaar geleden, was het abonnement van een fitness 100 euro. 110 euro soms. Vandaag 19, 18 euro per maand. En de reden waarom dat gedaald is, omdat er opnieuw geen competitief verschil mee was. Dus men moest opnieuw gaan differentiëren en de service moest evolueren in experience. En dit is dan eigenlijk een spinning class geworden. Spinning class, waar je met luide muziek, fantastisch veel lichten, high five met de mensen naast u, halters in uw handen, er zit iemand te roepen op u, fantastische beleving. En op die manier kun je echt jezelf gaan werken, op je eigen gezondheid gaan werken. En 1 fitness of spinning class kost ook 20 euro. Dus dat is wat mensen willen betalen. In plaats van 20 euro voor een hele maand in een fitness, zijn mensen bereid om dat te betalen. Dat is hoe je waarde creëert. Experiences creëren waarde. Maar vandaag is mijn verhaal dat dat eigenlijk niet meer voldoende is. Eigenlijk moet je een experience kunnen bouwen die mensen echt gezond en gelukkiger maakt. En eigenlijk moet je de mensen beter doen voelen. En dan kom je in customer transformations. Customer transformation of the transformational economy is waar dat nu elke industrie naartoe gaat. En het is heel belangrijk om te beseffen dat dat in uw industrie zeker ook gaat gebeuren. En als we kijken naar de fitnessindustrie, wat betekent dit? Dat betekent dat we sinds een jaar of 2, 3 meer en meer personal coaches zien opkomen. Ik weet dat er hier ook een paar zijn. Want personal coaches doen exact dat. Dat is niet zomaar een experience. Niet zomaar luide muziek. Nee, dat is een personal experience die je transformeert. Je gaat daardoor veel beter voelen. Dit is echt een impact op je gezondheid en je geluk. Dit is het beste voorbeeld van hoe je weer meer kunt gaan, of dat je service meer waarde krijgt eigenlijk. Want een half uur bij een personal coach is 60 euro. En op die manier creëer je waarde. Product, service, experience, transformation. En dit is wat we moeten doen. En transformations moesten een marketing mensen in de zaal zitten. Heel vaak denken we bij transformations aan de persona die een andere persona wordt. Hey, iemand woont thuis en je gaat alleen gaan wonen. Dat is een transformation van een persona. Iemand trouwt, dat is een transformation van een persona. Maar het draait niet om de verandering van persona, het draait meer over de transformation die elk individu zelf maakt intern. Want uiteindelijk, of dat je nu 80 jaar of 16 jaar bent, je kunt dezelfde Nikes dragen, ook in de McDonald's gaan eten, ook Netflix-abonnement hebben en misschien zelf dezelfde reis maken. Dus de persona's vandaag voor mij zijn niet meer aan de orde. Het gaat meer over wat kan je doen en hoe willen mensen gaan veranderen. Wat zijn de transformations dat zij willen doormaken? Dat is een hele mindshift. Maar een mindshift die dat dit bedrijf heel goed heeft doorgehad. Dit is Nike. Zij waren een van de eerste die een fitness tracker op de markt heeft gebracht. Dat is de Fuel Band. En wat zij deden is letterlijk op basis van die beweging kreeg je kleurtjes. En die kleurtjes gaven aan dat je al genoeg bewogen hebt of niet. Maar het ingenieuze wat zij deden, is dat je eigenlijk dat toestel, dat was in New York, kon je gaan steken in een vending machine en daar nieuwe producten gaan uithalen op basis van hoeveel dat je gesport had. Natuurlijk, dat is niet schaalbaar en daarom is dat omgetoverd in iets digitaal. Maar wat dat zij dus effectief heel vroeg gemerkt hebben, is dat mensen willen getransformeerd worden of geholpen worden in die transformatie. En dus in plaats van een loyalty card van je koopt 9 paar schoenen en krijgt je 10 voor niks, wat zij gedaan hebben, is ze hebben gezegd van jij sport veel. Hoe meer dat je sport, hoe meer dat we je gaan helpen om nog meer te sporten. Want we gaan je een personal trainer aanbevelen. Je kunt gratis klassen online gaan volgen. Misschien unieke schoenen kunnen verkrijgen. Speciale gears, speciale t-shirts. Er is een heel aanbod daar aanwezig. Puur gefocust op die transformation. En die transformation van Nike is helemaal niet zo dom. Want wat ze eigenlijk echt willen doen, is je aan het sporten zetten. Dat is waarom dat ook zij zichzelf ook met Just Do It onderschrijven. Dus het draait allemaal rond die transformations. En je ziet dat in eender welk type bedrijf. Dit is Nestlé die in China, dus de Xiao noemt die, dat is een smart speaker die je advies geeft over wat je moet eten wanneer. Het staat in het midden van je huis, je wandelt daar rond, het herkent je stem en het gaat op basis van wat je zelf gegeven hebt als input of de vragen die je stelt, de juiste antwoorden kunnen geven. Een hele leuke is ook dit. Dit is een gelijkaardig principe, maar nog met een camera erbij. Facial recognition, met andere woorden, je kunt praten tegen je arts, telehealth, je kunt praten tegen je apotheek, het geeft ook pilletjes af, je kunt praten met je personal coach, het gaat je persoonlijk advies geven, als het ziet dat je rondloopt in de living of in de keuken waar dat ding staat, gaat het je herkennen, gaat het zeggen van, vergeet dit niet te doen. Het gaat je persoonlijk aanspreken. En het bestaat vandaag op de markt in de States en in Germany, kost ongeveer 350 euro, en is op de markt gebracht door Black & Decker.
Home appliances. Zij gaan een stap verder en ze willen echt mensen gaan transformeren, verder nog dan louter haten in de bierbouw. En dan misschien het bedrijf dat voor mij het meest beloftevolle is binnen de gezondheidszorg, zelfs de gezondheidszorg, mijn website die waarschijnlijk meer informatie heeft dan eender welk ziekenhuis in de wereld, is Mercedes. Mercedes heeft in 2017, opnieuw 2017, een auto op de markt gebracht die een heel aantal features heeft. Het meet u van alles van parameters eigenlijk via het stuur, maar het meet dus ook uw stress, uw hartslag. Het is gelinkt met uw agenda, dus je kan zien of je te laat gaat zijn of niet te laat zijn, het weten of dat er verkeer is. En afhankelijk van al die parameters worden eigenlijk de elementen van de auto aangepast. Zit je te lang in een bepaalde richting, gaat het een klein beetje bewegen, je kunt massage krijgen in de benen, bepaalde oefeningen doen zelfs. De geur wordt aangepast, het licht wordt aangepast. De hele auto is geconfigureerd om eigenlijk één ding te doen. Dat is als je 3 uur in de auto zit om je niet vermoeid te doen voelen, maar om je eigenlijk gezonder en fitter te doen voelen dan dat je erin gestapt bent. Want als we vandaag 3 uur rijden, dan zijn we versleten. Mercedes wil gaan in die richting dat ze eigenlijk mensen gezonder maken. Het gaat niet meer over rijervaring, het gaat over de gezondheidservaring. De health experience in the car. En dit is maar enkele van de bedrijven. Je hebt ook Clear Channel, jullie zonder twijfel bekend ook in België. Wat zij doen als ze merken in Stockholm dat er te veel stress is, op basis van data scraping en de gegevens van op social media, dan gaan zij al een advertisement wegdoen en dit type images gaan presenteren. En die images, wat doet dat? Dat moet mensen meer tot rust brengen in plaats van die heel agressieve advertisement die er soms is. Dus zij laten hun eigen businessmodel gaan om mensen te kunnen helpen met hun gezondheid en hun geluk. En tenslotte Netflix, bekend van benchwatching, heeft een klein deviceje, voornamelijk in de States verkrijgbaar. Als je te lang kijkt naar dezelfde afleveringen, of je benchwatcht letterlijk, dan stopt het, dan blokkeert het. En dan ga je eerst moeten een workout gaan doen, alvorens je kunt verder kijken. Om die image van benchwatching te kunnen vermijden. Dus alles draait rond waarde creëren. Waarde creëren. Hoe kun je komen van product naar service naar experience, naar eigenlijk transformation, net zoals al die andere bedrijven hebben gedaan. En dat is de tweede truth, de tweede waarheid dat ik wilde vertellen, de businesswaarheid. Elk bedrijf is eigenlijk een heldbedrijf. En je moet de experiences die je vandaag aanbiedt, proberen om te zetten in die transformations. Hoe kun je eigen mensen gaan helpen? Everybody wants to be healthy. Every business is a health business. Met als gevolg dat aspiraties eigenlijk de nieuwe noden zijn. Met als gevolg dat je eigenlijk moet focussen op transformations meer dan op experiences. Nu, alvorens dat ik het volledig afsluit, wil ik misschien nog één tip meegeven. Want hoe doe je dat dan concreet? Wel, je moet iets verder denken dan de touchpoints. Want anders kom je met dergelijke grappige situaties terecht. En ik moet gaan kijken naar wat er belangrijk is in het leven. En dan komen we terug op het eerste stuk. Wat zijn de aspiraties van mensen? Op welke aspiraties wil je gaan spelen? Want als je puur nadenkt over noden, de noden van de klant, dan ga je automatisch producten en services gaan maken. Als je nadenkt over de expectations, en je voegt de noden en de expectations, de verwachtingen van mensen samen, dan ga je zonder twijfel goede experiences kunnen maken. Maar voeg daarbij nu nog eens die aspirations, de verwachtingen, wat dat mensen echt willen bereiken in hun leven, wat dat er belangrijk is in hun leven, dan kom je effectief tot customer transformations. En voor mij zit het grote verschil tussen waarde creëren op basis van een product of waarde creëren op basis van experience of transformations. Dit is de magic formula dat jullie kunnen gebruiken, eender welke industrie kan gebruiken, om te komen tot een waardecreatie dat niemand zal kunnen weerstaan. Dit is wat Healthusiasm over haat. Healthusiasm haat over die twee waarheden en over mensen gelukkig maken. Mijn naam is Christophe Choquet. Jullie kunnen mij volgen op Instagram. Ik heb ook een tweewekelijkse newsletter dat je kunt volgen via healthusiasm.com. Ik dank jullie voor die aandacht.